Oké, ik heb een hele periode geleden een poepseksvideo opgenomen. Er moest nog een plassexvideo aankomen. En nou is het moment om een plassexvideo te uploaden. Vooral na de video van Patricia Pij. Even mijn mening erover. Ik vind het letterlijk een heel mooi, verbouwde, oude, vunzige vrouw. Het is gewoon een vrouw op leeftijd. Betekent niet dat je meteen moet stoppen met seks. Seks is menselijk, houd je jong, weet je wel. Je hoeft daar niet mee te stoppen. Maar ik vind het toch al naar dat een hele oude vrouw alleen maar op jonge jongetjes loopt te geilen. Voor haar leeftijd zijn het hele jonge jongetjes. Als ik op die leeftijd zou vallen, zeg maar, in verhouding. Zeg maar, stel, ik zou nu op jongens vallen die net zoveel jonger zijn als de vriendjes van Patricia Pij. Dan zijn mijn vriendjes nog niet eens geboren. Dus ik vind het gewoon een beetje naar dat ze alleen maar achter jonge jongetjes aanloopt. En vervolgens over zich heen laat pissen. Alsof ze gewoon... Niet uit haar, ja, misschien had ze een keer een zoon moeten hebben of zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb er een heel naar gevoel bij. Maar in ieder geval, ik vind het ook een beetje raar dat je gewoon alles gaat filmen. Je zag dat ze het zag, weet je. Aan het begin van de video zie je een flits. Ik heb alle drie die video's gezien trouwens. Je ziet aan het begin een flits. En ze ziet er perfect uit. Wie laat nou daar extensions in zitten als je wordt ondergezeken? Kap hoor, dat gebeurt gewoon niet. Ze heeft de extension laten zitten terwijl ze werd ondergezeken. Ze keek iedere keer zogenaamd niet in de camera, maar de camera stond letterlijk zo boven de harses. Ja, ik weet het niet. En ook dat... Ik kreeg een beetje het idee alsof ze even zo'n amateuristische B-porno moest maken, wat nog chockerender was dan de alle andere pornofilms van alle andere BN'ers in de wereld. BN'ers in de wereld, alleen in Nederland natuurlijk, maar je snapt me. Ik denk gewoon dat het echt een publiciteitsstunt was. En dat ze nu gewoon keihard liegt over het feit van... joh, ze hebben mijn video losgegooid en dit wil ik niet. Waardoor ze een hele hoge schadevergoeding krijgt. Maar ja, ja, ik denk dat het een beetje zo zit. Ik denk gewoon dat ze geld nodig heeft. Dat denk ik. En weet je, als je oud bent en je neukt, doe dat gewoon. Doe gewoon wat je wil. Maar ja, in ieder geval... En dan nu even het volgende. Ik zag het filmpje, het eerste wat ik dacht. Ja, het eerste wat ik zag, zij zit daar. Prachtig opgemaakt. Echt zo, hoi, ik ga een film maken voor seks. Prachtig opgemaakt. Zit ze daar zo. En in één keer begint die vent in de smoel te zeiken, gewoon zo. Dus ik dacht, gadverdamme. En toen, hè. Plas is niet steriel als het, zeg maar, met zuurstof in contact is gekomen. Dus je kan elkaar rechtstreeks in de pisbuis plassen, zeg maar. Of in je vagina. Of ergens waar geen zuurstof is. Of in je mond, met je mond dicht. Weet je wat, dat soort dingen. Zelfs daar zit al zuurstof. Maar in ieder geval, je hebt allemaal... Het is gewoon niet goed. En ik dacht eerst dat ze bijna 80 was. Vraag me niet waarom. Ik werd beter, ze is 68. Ze is bijna 70. Dat is natuurlijk even wat anders. Maar als op die leeftijd weet je wel dat mensen die jou filmen... Die sturen dat gewoon door, hoor. In deze tijd weet je dat. Het is op het nieuws geweest. Er zijn meisjes die hebben zelfmoord gepleegd. Door sexting. Het is doorgestuurd. Wat dan ook. Weet je. Kim Kardashian is rijk geworden van een pornofilm. En zo heb je er nog wel 30. En nu is zij op leeftijd. Weet je wel. Ze is op leeftijd. En de geld raakt misschien een beetje op. En ja. Dan maar een seksfilm maken. Maar. Even alleen over de plas. Mijn mening daarover is, ik hou er zelf niet van. Het staat niet op mijn planning om het te doen. Absoluut niet. Maar ja, ik kan wel begrijpen. Ik heb er wat over opgezocht. En ik kan echt wel begrijpen dat sommige mensen het leuk vinden om te doen. En waarom ze het doen. Ten eerste doen ze het vaak omdat een meisje, zodra ze opgewonden raakt, moet ze plassen. Nou ja, en als je naar de wc gaat, is je zin weg. Dus dat is ook een reden waarom mensen dan maar gewoon meteen over elkaar heen zeiken. Want dan heb je nog steeds zin. Of je bent zo gek op elkaar dat je zo niet vies bent van elkaar. En tenminste, of je bent zo gek op elkaar en dat je dat dan doet. En dat je dan laat merken dat je echt niet vies van elkaar bent. Dat heb ik ook gelezen op internet. Toen dacht ik, ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Dan voel je je helemaal op je gemak. Want ik las een verhaaltje van een meisje. En een meisje klinkt raar in dit geval. Van een vrouw. En die had gezegd van, joh, ik fantaseer er altijd onwijs erg over. Dat ik word gebeft nadat ik naar de wc ben geweest. Ze zegt, en niet omdat ik dat per se horny vind of geil. Maar ze had gezegd van, joh, maar dat betekent gewoon dat die man, diegene die het doet, die is zo erg niet vies van mij.
daar werd die vrouw dan weer zelfverzekerd van en daar kreeg ze weer een goed gevoel van. Dus om die reden kan je natuurlijk ook elkaar in de bek zeiken. Het kan gewoon. Maar in ieder geval, hou het gewoon steriel. Zorg dat er geen zuurstof bij komt kijken. Zorg dat je niet gefilmd wordt, ook niet sneaky. Want ik ben ook wel eens bijna sneaky gefilmd. Of misschien is het wel gefilmd, niet tijdens passeseks, tijdens andere seks. En misschien is het wel gefilmd, maar hebben ze het gewoon niet durven rondsturen. Omdat ik echt kan doordraaien. En ik denk dat mensen, mijn familie dan ook niet echt blij zijn met de jongen. Dat ze hem ook gaan aanpakken, denk ik hoor, denk ik. En dat hoop ik maar. Ik zou ook voor hen opkomen, zeg maar. En ja, ik weet het niet. Weet je, doe het gewoon steriel, netjes. Kijk om je heen of je niet gefilmd wordt. Word gewoon niet gefilmd. Ga niet filmen. Heb respect voor elkaar. Ga niet ineens over iemand heen plassen. Dat kan niet. Dat doe je niet. En ga het ook vooral niet opdringen. Dat doe je ook niet. Maar heb gewoon respect voor elkaar en doe lekker wat je wil. En ik zeg je eerlijk, de enige reden waarom ik het goor vind van Patricia Pij, dat is omdat ze op veel te jonge jongetjes valt. Voor haar leeftijd zijn het kleine jongetjes. En dan wil ze ook nog plas hebben. Dan heb ik zoiets van, joh, ik vind het bijna pedofilie gedrag, weet je wel. Een beetje gewoon pedofiel gedrag bijna. Gewoon, en jonge jongens, en zei ik, weet je wel. Er komt nog net geen luier en een flesje melk bij kijken, weet je. Dan heb ik zoiets van, nee. Dus mijn mening is een beetje goor. En het hoeft niet echt goor te zijn. En het hoeft ook niet te zijn wat ik nu zeg, hoor. Maar dat gevoel heb ik erbij. En daarbij, weet je, haar arme dochter. Het zal je moeder maar zijn. Als mijn moeder met plas bezig is. Sorry hoor. Ik geef er geen 3 zoenen meer. Ik geef er geen zoen, geen knuffel, geen hand. Weet je, je moet helemaal zelf weten wat je doet. Maar dat doe je gewoon niet. En ik heb het een keer gezien op TLC van die vrouw. Daar werk ik helemaal naar van. Ik heb in mijn omgeving ergens somewhere een vrouw. En die is zich helemaal volgesmeerd en volgedronken met zeiken. Dat ik dacht, gadverdamme. En dat ik er dan lag, ik heb het aangeraakt. Dat is echt heel erg. Maar in ieder geval, heb respect voor elkaar. Plasseks is niet meteen ranzig. Want ik mag het niet ranzig noemen. Want ik ben sowieso...